Yo, mensen. Hey, Conti Games, welkom. Hey, ja, welkom. Hey, mensen, welkom bij een nieuwe Social Craft. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag met Joey en ik ben vandaag met, ja, daar heb ik nog niet samen mee gerecord. Dat is Kees. Yo. Van Game City NL. Yep. Ja, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben Kees, ik ben 15 jaar. Ik woon in Noord-Brabant, misschien kan je dat horen. Brabant. En ja, dat is de info. Oké, dat was alles. Nou ja, Joey, kennen jullie jammer genoeg al? Nee. Nou, jammer. Kennen we niet. Nee, dat is zo. Maar ik denk, ik zat over na te denken om vandaag maar eens even een tree farmpje te maken. Mensen zitten maar te zeuren van, er is geen Dark Oak, er is dit niet, er is dat niet. Ik denk van, what the fuck, dan gaan wij vandaag gewoon een tree farm maken. Dat is wel een goed idee. Dus ja, daarna denk ik daar doen wat jij zei, Joey. Ja, mooi daar. Dat lijkt me wel een goed idee. Ik weet niet of jij mee gaat helpen, Kees, of ga je verder met je huis? Ja, ik ga even Dark Oakwood saplings zoeken. Oh, die heb ik bij me, dus die moeten nou geplant worden. Veel of niet? Dat is er. Ik heb er, even kijken, ik heb er 16 bij me. Oh, dat is goed. Ik heb even 9 bij me. Ik heb al die vliegende bonen gehaald. Hebben we veel boonmeel? Even kijken, boonmeel, goede vraag. Voor mij in mijn huis heb ik nogal allemaal botten. Dus we gaan even kijken. Even kijken. Even kijken. Dit heeft Jesper trouwens wel leuk gemaakt. Ja, ik heb het water in hem toegevoegd, maar die muur. Leuk idee. Want dat is toch zo saai. Ja, dat ziet wel nice uit. Ja, leuk idee wel. Zal ik even in je huisje kijken? Volgens mij, ik ben er nou toch, dus we gaan even kijken. Met mijn mooie roze tapijt. Even kijken. Volgens mij in deze heb ik er 7. Ik heb er 7. Niet okay. Veel, maar het is in ieder geval 7. Is iemand armer van mij toevallig? Nee. Mooi, sorry. Ik heb Zelf mijn boots, mijn rug, mijn. Wow. Wow, dat is niks, een dikke. Royce. Even kijken, ik ga een boomwiel maken. Kijk, we hebben een boomwiel. Nou, is het klaar. Dan loop ik die kant op. Ja, loop ik die kant op. Ja, mooi. We hebben trouwens wel veel roze schapen, Joey. Er moet even wat meer kleurtjes er zo bij komen. Joey. Zo, horen jullie dat? Ja. Ja, hele vreemde geluidje op achtergrond. Ja, er komt opeens in mijn beeld te staan, overweeg de accu te vervangen. Dat is niet echt goed, denk ik. Oké, okay, heb je een laptop of heb je gewoon normaal pc'tje? Laptop. Oh ja, dat kan je overhitten. Oh shit. Dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Ach. Nou ja, als ik zo meteen wegval, weten jullie in ieder geval waar het op let. Weten we middag genoeg. Mooi, dan gaan wij hier verder in ieder geval. Ik denk dat we hier een stukje vlak gaan maken dan. Lijkt me wel ik weet een top idee. Als ik jou nou dit geef, Joey. Geef ik jou de boomwiel. Dan geef ik jou, even kijken, die. Geef ik jou een sapling geven, dan hak ik alles wel een beetje weg. Want ik denk dat ik een betere shuffle heb dan jou, gok ik. Mooi. Dan, even kijken. Oké. Ik weet dat de Pepijn die wou de houthakker zijn, dus die zou ik straks wel in een bordje bij zijn huisje zetten van de tree farm staat er. Goed onderhouden. Krijg je zo, Falco. Jezus, die is echt een young baby, jongen, die Falco. Ja, die kan ik echt... Ik wil hem doodslaan, alleen hij wil niet dood. Ach, het is een beetje, ja, het is even, ik zeg altijd, het is altijd het vervelende kleine broertje van de server. Niet dat ik zelf een klein broertje heb gehad, ik was zelf wel de jongste, maar... Valk een beetje begraven. Zo. Hey, er beginnen al aardig wat huizen hier te komen. Het ziet er echt al nice uit. Was een beetje zoals je het in gedachten had. Ja, eigenlijk wel ja. Maar ja, het ziet, wat ik zei, het is gewoon echt een server om meer te recorden. Dus het is niet dat je daar 24 uur per dag op moet zitten. Tuurlijk, je mag voor mij op 24 uur opzetten, maar dan moet je niet te veel gaan bouwen. Kijk, als je gaat zeggen, oh, ik ga de hele dag minen, ik ga dit doen en ik ga dat doen, dat mag ik helemaal niet erg. En dan moet niet binnen een week moet er niet een gigantisch grote stad staan, om zo te zeggen. Nee, maar het rolde wat nog. Even kijken. Oké, okay, plaatsen nou overal saplings neer of ligt het nou aan mij? Ik dacht ook van saplings. Oké, okay, nou dan doe je dat niet goed, Joey, sorry dat ik zeg. Want je plaatst overal random, ik denk dat je beter per soort even kan plaatsen. Want het is wat makkelijker om te onderhouden. Moet je alles nog halen? Ja, nou ja, dat doe je helemaal zelf, hè. Moet je ook geduld hebben. Geduld is een schone zaak.
Inderdaad. Dat zegt de wasmachine ook altijd, maar ik geloof hem nooit. Volgens mij gebruik je zelf de wasmachine ook niet. Dat zouden jou dus wel doen. Nee. Weet wasmachine je, is een soort bad. Een wasmachine is een soort bad. Nou, als jij in een ding wil zitten wat zoveel toeren maakt in de rondte, dan wens ik je veel succes. In droogstand zetten. Maar wat upload jij onder andere allemaal op je kanaal, Kees? Misschien dat mijn kijkers het ook wel interessant vinden. Minecraft, ja, dat lijkt me logisch. Ja, en ja, ik heb een paar keer COD gedaan, maar COD is een beetje uitgestorven, zoals de meeste van jullie wel weten, denk ik. Ja. COD is gewoon flink uit. Wat? Valk ook een mooie, hij stilt alles zeg links. Hé, hey, Joey, je moet een keer stil zijn als iemand aan het praten is. Dat is noodzakelijk. Nou, ja. Oh, stil, laat ik Kees. Kill hem maar. Maar ja, ik heb een keer COD gedaan. Was best wel leuk uitgevallen, maar voor de rest, nou, ik vind ja, Minecraft ook voornamelijk. Ja, ik denk COD, ja, heel veel mensen doen het op laatst. Ik denk dat daar ook vooral aan ligt, hoor. Kijk, je hebt meeste mensen die volgen iemand zoals je, nou ja, jij volgt dus heel veel de King. Die doet het al, zeg maar. En dan heb je natuurlijk ook nog heel veel andere mensen die dat doen. Puur zaapiet. En dan is het altijd lastig om de keuze te maken natuurlijk van ja, wie ga ik volgen en wie niet. Wie is uniek en wie brengt er iets speciaals aan, zeg maar. Ja, maar kijk, dan kan je al helemaal zeggen over Minecraft. Ik bedoel, elk kanaaltje die nou gewoon begint, dat wordt gewoon niks meer, weet je. Als jij nou nog begint als kanaal, en dan wil ik niet zeggen van, nee jongens, luister, je moet geen kanaal meer beginnen. Maar de meeste zijn dan kanalen en die hebben binnen 3 dagen hebben ze weer een nieuw kanaal, weet je. Ja, maar het valt me ook op, tenminste, dat nou, sowieso 60% van de kanalen hier in Nederland bestaat vanuit Minecraft-kanalen. Die uploaden bijna alleen maar Minecraft eigenlijk. Nou, wel meer denk ik. Maar weet je, wat mij ook lijkt, denk ik. Kijk, dus David Games groeit telkens. Het blijft maar groeien. Ja. En wat ik denk dat er aan de hand is, is dat omdat er kinderen zijn die elke keer een nieuw kanaal. Pam, pam, pam. Ja, hè? Ja, als jij als mijn laptop kan wezen, dat er mee op. Maar daar ga ik zijn verhaal even naar maken. Er zijn altijd mensen, die kinderen, die beginnen eigenlijk een nieuw kanaal. En die abonneren weer natuurlijk op anderen. Dus ja, als jij een nieuw kanaal begint en je gaat weer abonneren zeg maar op... Dus David Games of op andere kanalen. Ja, dan krijgen ze steeds meer abonnees. Maar ja, die andere kanaal doen ze dus niks mee. Dus dat kan je ook goed kijken aan de likes. En de, ja, vooral de likes en de views zeg maar aan de video's. Want qua abonnees, als jij zeg maar... Wat heeft een gemiddeld kanaal nou 50.000 abonnees zeg maar. Dan zie je heel vaak, dan krijgen ze maar 6.000 likes, zeg maar. Maar dan heb je ondertussen wel 50.000 abonnees. Maar ja, dat is een beetje zonde. Maar je zet ze te dicht bij elkaar, Joey. Ja, je moet overal ruimte tussen laten, want dan is het heel irritant voor de hakken namelijk. Dat is ook een beetje irritant. Het is gewoon af en toe een klein gebied in heel zitten. Kijk, je moet het, haal al die saplingen eens weg, dan geef ik je wel een voorbeeldje hoe je het moet doen. Het gaat lukken. Nee, alles weg. Hup, haal sowieso alle saplings even weg. Je moet sowieso ervoor zorgen dat je iets erboven zet, want anders krijg je van dit soort bomen. Tenminste, dit soort bomen die te hoog zijn, zeg maar. Die zijn lastig om te kappen. Eigenlijk moet je ze een bepaalde hoogte maken. Dus als je kijkt naar een bepaalde boom, dat zou geloof ik 10 blokjes hoog zijn. Dan ga je bijvoorbeeld zo doen, haal je één weg. En dan ga je bijvoorbeeld omhoog bouwen. Dus zeg van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, denk ik. Geloof ik een gemiddelde boom, pak ik. En dan pak je een cobblestone. En die zet je erboven. Uit en die zet je dan erboven neer, zeg maar. Dan zit je de stepping eronder. Want volgens mij, of ze moeten iets lager, dacht ik. Ze moeten zelfs nog iets lager. Je moet ze iets lager bouwen, zeg maar. Je moet gewoon even kijken hoe ziet de gemiddelde boom hier eruit. Hoe hoog is de gemiddelde boom? Want 7 of 8. Ja, je moet gewoon echt van die makkelijke bomen, zeg maar, krijgen. Niet dat je ze constant moet kappen en kappen en kappen. Het moet eigenlijk gewoon simpelweg productiewerk zijn. Hoe makkelijker, hoe beter. Oké, 6 hoog. Nou, 6 hoog, nog maar. Nou, dan gooi je hem op 7 of zo. Zie je, moet niet van die grote bomen krijgen, weet je wel, waar overal van die takken door zitten, daar heb ik geen zin. Zo. Dus ik denk dat we ze gewoon per laag bouwen, dat ook wel gebruiken we het meest. Dus als je deze laag alleen maar ook doet, dan bouwen we een verdieping hoger, doen we daar, Sprucewood moeten we trouwens ook nog even rekening mee houden dat we dat even gaan pakken. Mm-hmm. Falco haalt het weer weg. Druk S, Ctrl plus B tegelijk in.
Even kijken. Nou, ik moet alleen naast mijn dirt geplaatst. Ik heb trouwens mijn hele inventory bijna al vol met dirt. Geen nagaan hoe snel het gaat. Maar ja, daar hadden we het natuurlijk zo meteen over Kees en zijn kanaal Game City NL. Maar ja, jij bebt ook een nieuw kanaal begonnen, toch? Had je hoge? Zei je? Ja, een soort van. Laat ik het afhalen. Oké, okay. Social Games toch? Ja, Social Games. Nou, ik geef toe, het is wel een leuke naam. Het is een leuke naam, Social Games. Maar ja, wat ga je dan met Dutch Silver Games doen? Gaat dat gewoon helemaal weg? Ik denk dat ik hem niet weg ga doen. Wel zeker niet. Maar ik denk dat het een beetje een kanaal gaat worden waar ik testfilms wil gaan maken. Hoe je dan gaat uitpakken en zo. Oké. Voor nieuwe series en zo. Oké, ja, dat zou je kunnen doen, ja zeker. Ja. Maar ja, dan moet je er wel even. Ja, je kan het daar beginnen. Je wil een beetje een testkanaal, zeg maar, doen. Wat? Je wil een beetje een testkanaal doen, zeg maar. Om zo te zeggen erop. Ja, zeg maar wel, ja. Hoe series lopen, dat soort dingen. Maar ja, dat kan je altijd op je eigen kanaal ook doen. Hè? Als het niet loopt, ja, dan loopt het niet. Loopt het wel, dan loopt het wel. Ja, klopt. Even kijken. Zo. Hier moet het zetten. Nog allemaal. Dirt. Zo. Gm, de tree farm, ja, mensen vragen heel het concept van, ja, er is geen dark ook. En dat, ik denk zoiets van, ja, dan maken wij vandaag mooi een tree farm. Ja, ik denk dat we dat vandaag sowieso niet afkrijgen. Maar ja, dan doen we het buiten de opnames nog wel even. Dat komt wel goed. Even kijken. Ja, je hebt het goed bezig daar. Nou, deze bomen moet even weggehaakt worden. Misschien dat Valko dat wel even doen. Okay, ik kan eens zo meteen even kijken. Ja, ik denk dat dit wel een beste plek is. Want als je daar rekent, van daar hier naartoe steeds te lopen. Ja, dat moet wel lukken. Dat moet wel lukken, meneer. Zo. Wat een kut, Town. Je plaatst die gravel op de zeppelin. Ja, dat is slim. Ja, Valko is een beetje het kleine broertje van de server, om zo te zeggen. Ja. Het kleine vervelende broertje af en toe. Maar als hij kan. Nooit gaat hij janken. Ja, maar hij kan wel goed bouwen. Hij is een goede bouwer en dat is wel niche, om zo te zeggen. Dat is heel niche. Nou, ja, klopt. Blablabla. Ik denk dat we genoeg dirt hier hebben geplaatst. Even kijken, dit is dan geplaatst. Ja, om alles vlak te maken, dat is ook een beetje zonde. Ik denk dat we toch dan in lagen gaan bouwen, weet je wel. Of ja. Zeggen van, hier doen we laag oak, dan doen we later een laag spruce, laag dark oak wood, en dat we dat zo gaan maken. En dat we dan botjes gaan zetten, dat mensen weer hier gaan hakken, dat ze alleen te herplanten. En als je heel slim bent, Joey, want ik weet, heb jij koppel bij je? Nog 15. Oké, als je nou, dan krijg je dit van mij aan, dan moet je even zo doen. Dan weet je precies waar ze moeten plaatsen namelijk. Ja. Het is gewoon even, makkelijk. Hey. Oh, vroeg je bijna. Hier, ik geef je een kobbel. Ik heb nog wat kobbel bij me. Ik heb er 43. Oh, ik heb nog wel meer bij me. Trouwens, hier, kijk. Achter je. Hallo? Hallo. Hallo. Hey, wacht hoor. Daar was de andere grote vriend. Lino, we maken een tree farm voor jou. Automatisch. Hey, ik word aangevallen. Ach, ik heb goede armor aan, dat scheelt. Ciao. Ah, weet je wat, ik denk dat we bij deze aflevering gaan afsluiten. Ja, Kees kan helaas geen dag zeggen, want ja, wat sorry als je zei, het kan zijn dat zijn laptop in één keer ermee ophoudt. Dat is gebeurd. Ik zeg wel even, abonneer een op zijn kanaal, GameCityNL, leuk kanaal. Doet hij ook heel veel Minecraft en verschillende dingen. Kijk gewoon zijn kanaal even. Abonneer ook even op Joey, op, wat nou? Ik denk Social Games dan, hè, of niet? Ja, daarom heb ik gewoon een comeback gemaakt. Oké, abonneer ook even op Gonzi Games, laat even een blauw duimpje achter en dan... zien we jullie de volgende keer weer. Voor nu zeg ik mensen, later!